Iedereen van harte welkom bij deze persconferentie. Wij zijn heel erg blij dat wij kunnen presenteren onze nieuwe aanwinst Leroy Labille. Voor de duur van 3 jaar en met een optie voor nog een seizoen gaat hij vanaf vandaag spelen voor PEC Zwolle. Tevreden gevoel? Ja, goed gevoel. Dat is een moment dat ik was sinds 2 jaar. Dus ja, ik ben heel blij. Is het belangrijk voor jou geweest om die stap te maken naar de Eredivisie? Ja, zeker. Ik denk dat zoals elke voetballer, je wil zo hoog mogelijk gaan. Dus ja, ik voelde me niet echt zoals profvoetballer in Jubel, ja, in tweede klas. Maar ja, nu heb ik echt een goed gevoel. Ik ben heel blij dat ja, ik kreeg de kans om in de Eredivisie te spelen. En ik ben er nog geniet. We hebben Leroy al een heel poosje eigenlijk op hem gelet. En het is gewoon een jongen die gewoon naar de Eredivisie toe moet. En wij hadden eigenlijk nog niet een positie eigenlijk vrij om hem te halen. En nu met het vertrek van Younes Mokhtar is dat wel zo. En daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. Want hij past echt bij de manier van voetballen zoals wij willen voetballen. En zoals het al zegt, voetbal. Combineren, de bal willen hebben, pasen. En we denken dat hij zich hier alleen maar kan doorontwikkelen. We zijn heel blij met je komst, Leroy. Dat is een speciaal gevoel, want ik heb hier bij Zwolle mijn eerste wedstrijd gespeeld in de Jupiler League. En ja, dat was een beetje een speciaal moment. Ja, je kent altijd de eerste keer. Dus ja, dat was mijn grootste moment in de Jupiler League met Maastricht. Dus ja, het is een beetje speciaal. Verandert eigenlijk niet zoveel. Alleen, wij hebben geen drinkwater, maar bij ons heet het kraanwater. Kraanwater. Dat was bij MVV op het bos, hè? Ja. Wat voor type speler ben jij? En, ik ben een speler die oude voetbal speelt. Niet te veel lange bal. Ik heb snelheid en goede actie. En gewoon spelers die houden van voetbal spelen en acties maken. Ja, zeker. Ik kan niet zeggen dat ik kom hier om dadelijk basis te spelen, maar ik zal mijn best doen om basisspelers te worden en beter te worden.